Het is 10 jaar geleden dat Marja Nijholt dood werd aangetroffen op de Berchemseweg in Os. Na al die tijd is er nog steeds geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Wat gebeurde er vanaf het moment dat ze hier aankwam bij het station in Os tot het moment dat ze dood gevonden werd in de ochtend van nieuwjaar? We gaan het bespreken in een speciale aflevering van Focus. En dat gesprek dat voer ik met Isis en Tanja van Bureau Dupin. Want jullie zijn via Bureau Dupin betrokken bij wat er zich met Marja Nijholt heeft afgespeeld. Maar misschien moeten we even aan de kijkers uitleggen wat Bureau Dupin precies is en doet. Bureau Dupin is eigenlijk een burgercollectief, bestaan dus uit allemaal vrijwillige burgers die overeenstemming met de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek doen naar een cold case. En dat is dus een onopgeloste zaak. En in dit geval is dat dus het overlijden van Marja Nijholt op 1 januari 2013 aan de Berchemseweg in Os. Ja, Tanja, we zeggen het overlijden van Marja Nijholt, want 100% zeker dat het moord was, is er eigenlijk niet, hè? Nee, er is nog helemaal niks zeker. Het is gewoon een onnatuurlijke dood, zoals we eigenlijk zeggen. Ja. Marja Nijholt, wie is zij? Want zij kwam niet uit Os. Nee, ze kwam uit... In ieder geval, ze heeft de laatste jaren in Enschede gewoond, bij haar partner. We hebben geprobeerd een profiel van haar te maken door interviews met nabestaanden, vrienden, kennissen. Gewoon wie zij was. Want dat is wat je moet doen. Je moet je verdiepen in de mens achter het lichaam. Wat je hebt gevonden, dat is heel essentieel. Ze was ze had een problematische jeugd. Ze is daardoor had ze psychische klachten. Ze was heel erg zoekend. Als ik naar haar kijk, heel erg zoekend naar liefde en aandacht. En ze was zelf heel lief. Dat komt uit heel veel gesprekken naar voren. Maar ze was zoekende naar liefde en aandacht. En dat zocht ze eigenlijk ook vooral in het geloof. Dus daar heeft ze ook een aantal uitstapjes gemaakt. En op het laatst was ze eigenlijk bij het Huis van Gebed in Twente. Ja, daar komen we straks nog even op terug, want het heeft ook weer een link met Os. Ja. Natuurlijk is alles subjectief, hè? Misschien zal jij er net iets anders naar kijken dan jij. Maar het was een vrouw die gewoon, als ze in goede doen was, zoals je zegt, een hele lieve vrouw was. Maar als ze haar meer moeilijke momenten had, haar last had van psychische klachten, dan kon ze ook wel een ingewikkeld iemand zijn, toch? Ja, ja, buiten dat zij heel ingewikkeld was, is ook daardoor de zaak is ook heel complex. En dat komt ook door de verschillende contacten die ze had in heel veel verschillende plaatsen. Ja. We kunnen hier niet vandaag alles behandelen. Op de website van Bureau Dupin is heel veel te vinden. Er zijn ook, geloof ik, inmiddels 9 podcast-afleveringen gemaakt. Er komt er, geloof ik, rondom de jaarwisseling nog een 10e bij. Hopen, weten we niet. Oké. Nou, dat is een cliffhanger. Spannend. Wat wij vandaag proberen te doen, over cliffhangers gesproken, is even een rondje maken door Os, waar ze overal geweest is of zou zijn. En aan het einde hebben jullie ook nog een vraag, hebben jullie ook nog een oproep. Daar komen we straks op. Ik ga de locaties noemen en dan mogen jullie afwisselend, wat mij betreft, daar iets over zeggen. Zij is, kun je zeggen, uit huis een beetje gevlucht en naar een hotel gegaan in Duitsland, een paar dagen voor de 31ste. Mm-hmm. En zij is uiteindelijk vanuit Duitsland eigenlijk rechtstreeks naar Os gegaan? Nee, in eerste instantie is zij dus vanuit het hotel in Gronau, dus vlak voor de grens bij Enschede, is zij teruggegaan naar Enschede, heeft ze de trein genomen. Maar daar is ze dus niet naar huis gegaan, maar ze is toen, heeft ze toen een kaartje gekocht naar Os. Ja. Toen is ze in Os gekomen. En de vraag is eigenlijk, waarom is ze überhaupt in Os gekomen? Want voor zover wij weten is zij van tevoren nog nooit in haar leven in Os geweest. Nee. En hebben jullie ook al een soort van begin van een idee over waarom zij uitgerekend voor Os gekozen heeft? Wat we nu hebben onderzocht en gevonden is dat zij op bezoek wilde gaan. En naar alle waarschijnlijkheid spontaan, dat weten we niet.
bij iemand die ze kende vanuit het Huis van Gebed Twente, maar die in Os woonde. Ja, het Huis van Gebed. Kun je daar ietsje meer nog over zeggen? Hoe het precies is, dat weet ik niet. Is het een soort kerk? Nee, het is een soort gemeenschap. Die samen, ze zingen en bidden samen. En het is volgens mij niet zo dat het aan één religie vasthangt. Het is een beetje verschillende instromingen. Ja, en daar iedereen is daar welkom, heb ik begrepen. En iedereen kan. En er wordt met elkaar gebeden en dat soort dingen. Ja, en daar leerde ze iemand kennen waar ze misschien een meer dan goed contact mee had? Dat weten we niet. We weten wel dat ze... we hebben natuurlijk de mensen van het Huis van Gebed ook gesproken. Dat ze diegene die ze hier in Os ging bezoeken, dat ze die ook eens heeft ontmoet op een bijeenkomst. Een zogenaamde love encounter heet dat dan bij hun. Ja. En dat hij toen met haar gebeden heeft. Ja, maar we weten niet zeker dat ze daarom naar Os kwam, maar dat is de meest logische gedachte. Dat kwam er later uit, omdat ze in Os heeft ze geprobeerd contact met hem te zoeken. Ja, nou, daar komen we zo meteen op. Ja. Ze komt allereerst op het station aan in Os, dat weten we zeker. Ja. En dat is in de middag geweest. En vervolgens is ze daar lang gebleven op het station? Nou, alle waarschijnlijkheid eigenlijk niet. Ze is waarschijnlijk om 2:00 middags aangekomen op het station. Ja. En heeft daarna een tijdje in het centrum van Os, rondom de V&D en de HEMA, heeft zij allerlei verschillende mensen aangeklampt en gevraagd of ze haar konden helpen. Ze was bijvoorbeeld ook op zoek naar hotels gedurende de hele dag. Dus... ze heeft waarschijnlijk niet lang op het station gezeten op het moment dat zij aankwam. Ze is wat naast alle waarschijnlijkheid wel gewoon direct naar het centrum gelopen en heeft daar allerlei mensen aangeklampt en om hulp gevraagd. Ja, en ze is onder andere gezien bij Libre. Ja, dat klopt. We hebben van de politie een waarnemingenlijst gekregen. En dat betekent dat ze hebben ons een lijst gegeven met tijden en locaties waar mensen haar waarschijnlijk gezien hebben. Dus het hoeft nog niet zo te zijn dat het Maya was. Maar die hebben we chronologisch gezet. En uiteindelijk kwamen er heel veel waarnemingen bij het Libre. Dat is een café. Vlak bij de V&D, zullen we maar zeggen. Die is er dan nu niet meer. Maar... ja, zoiets, ja. Oké, dus daar is ze gezien. Heeft ze daar ook met mensen gesproken? Weten we daar iets van? Ja, we weten inmiddels dat ze daar ook gewoon binnen is geweest. Ze heeft daar een cappuccino gedronken. Ze heeft daar gesproken met een aantal mensen die zaten te kaarten. Daar heeft ze een oliebol van gekregen van die mensen. Ze heeft nog in de rookruimte met iemand gepraat en buiten. En vervolgens is ze weer vertrokken. Ja. Waar is ze toen heen gegaan, weten we dat? Ze heeft dus rondgezworven in het centrum. En is ze daarna dan bij de cafetaria de Oostval terechtgekomen? We hebben nog een tussenstop. Is bij de Spiegel is ze ook gesignaleerd. Ook een cafetaria? Ja. Het kan zijn, in die tijd was ook Winterland in Os. Dus dat was waarschijnlijk best druk daarom. Dus we hebben ook gekeken of er nog beelden van Winterland waren waar we haar op hebben kunnen zien. Maar daar hebben we geen waarnemingen mee van. Nee. Vervolgens is ze dus wel naar de Oostwal gegaan. Want daar heeft ze geloof ik ook... met de eigenaar geprobeerd een gesprek te voeren? Ja, tegen een uur of 8:30 heeft zij haar fiets tegen de gevel van de Oostwal aangezet en is dan naar binnen gegaan. En de eigenaar ging er in eerste instantie vanuit dat zij daar kwam om eten te vragen. Maar zij wilde eigenlijk niemand bellen. En de eigenaar die wilde niet zijn eigen mobiele telefoon geven. Dus ze zei, nou, hier is de telefoon van de zaak. En daar heeft ze dus naar iemand proberen te bellen. We weten niet of zij dus ook werkelijk iemand aan de telefoon heeft gehad. Dus we weten uiteindelijk niet wat ze daar dus, of ze daar met iemand gesproken heeft, met wie ze gesproken heeft. En daarna is ze dus ook weer vertrokken. Ja, ze heeft via iemand anders nog geprobeerd te bellen met die persoon waarvan wij denken dat ze daarvoor in Os kwam. Hè? Was dat weer later dan? Nee, dat was in de middag. In de middag, oké, dan moeten we daar nog even naartoe terug. Mm-hmm. Dus in de middag heeft zij via iemand anders zijn telefoon contact gezocht met die persoon die op dat moment in Os woonde, geloof nu niet meer. Hè? Nee. En heeft ze ook contact met hem gehad? Die persoon hebben we ook geïnterviewd. Die zegt dat hij Maya zelf niet gesproken heeft. Zij heeft gewoon iemand aangeklampt in het centrum van Os. Ze heeft gevraagd of hij voor haar een nummer kon bellen. Misschien heeft ze gezegd, mijn telefoon is leeg en ik moet iemand bereiken. Wat ik al zei, de persoon die we later geïnterviewd hebben, die zegt dat hij Maya niet gesproken heeft, maar dat hij wel tegen de beller heeft gezegd van, ik heb hier
geen zin in, geen tijd voor. Dus, hij heeft haar afgewezen. Ja. 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 Het is ook wel eigenlijk bijzonder, hè, dat iemand die normaal samen met haar wil bidden, op zo'n moment, het is toch 31 december... Ja, weet je, dat is gedurende zo'n onderzoek, als je daarmee bezig bent, dan denk je, je denkt van alles. Je denkt echt, je hebt zelf ook van die gedachten van, nou, dat is raar, dat is vreemd, dat is... Ja. Maar je moet dat eigenlijk proberen uit te schakelen. Dan moet je eigenlijk gewoon uitblokken, alleen dat is het feit en we gaan het onderzoeken. En het waarom komt misschien boven tafel, dat weten we niet. Oké, we zijn bij de Oostwal geweest, of tenminste, daar is zij geweest. Je zegt nog iets opvallend, daar zetten ze de fiets tegen de gevel. Maar op een gegeven moment zijn we die fiets kwijtgeraakt, hè? Ja, er zit eigenlijk een heel groot gat tussen twee waarnemingen. We weten in ieder geval zeker dat ze bij de Oostwal is geweest, om 8:30. Want daar heeft ze dus met mensen gesproken en heeft ze proberen te bellen. Vervolgens is ze daar rond 9:00 waarschijnlijk weggegaan met haar fiets. Dus heeft ze toen meegenomen. En vervolgens is de volgende waarneming, waarvan we zeker weten dat die daar is geweest, om, zeg ik het goed, 3:10 bij de Tango aan de Singel 1940-1945, het tankstation. Want daar is zij ook vastgelegd op een beveiligingscamera. En op dat moment zien wij haar dan lopen zonder haar fiets, dus alleen met de koffer die zij bij zich had. Dus wat er in de tussentijd met die fiets is gebeurd, dat weten we niet. En die fiets is ook eigenlijk nooit meer aangetroffen. Is nergens meer gevonden? Nee. Dat is ook bijzonder natuurlijk. Ja, we hebben ook gespeculeerd over het feit dat zij misschien haar fiets bij de fietsenstalling op het station heeft neergezet. Want die wellicht is gestolen. Het zou natuurlijk een hele toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Maar het is een mogelijkheid natuurlijk. Of dat zij haar fiets daar gewoon, dat ze daar niet meer wil rondlopen. Dat ze daar gewoon heeft neergezet. En dit toen een keer is opgehaald. Toch is die Tango alweer een flink stuk verder weg vanuit het centrum gezien. Dus zij moet toch wel behoorlijke afstanden hebben afgelegd. En we hebben ook geen idee waarom ze daar dan heen is gegaan in die hoek. Ja, het is eigenlijk, zij heeft later wel nog mensen gevraagd voor de weg naar het station. Want op dat moment zou ze verdwaald zijn? Ja, dus het zou best kunnen dat zij gewoon op zoek was om terug te gaan naar het station, om ergens naar een andere plek door te reizen. Want ze heeft ook gepraat over dat ze naar een hotel wilde en ook zelfs bereid was om naar België te gaan, omdat ze daar goedkoper waren. Dus ze zou misschien doorgereisd willen hebben, maar natuurlijk, op oudjaarsavond rijden de treinen ook niet meer na 8:00. Dus nee, dat zou sowieso niet meer gekund hebben op dat moment. We hebben een waarneming dat ze om 9:00 bij de Oostwal ongeveer is geweest. En vervolgens hebben we een waarneming van het station. En dat is een beetje een typische waarneming. Omdat die heel specifiek in tijd is. Dus we denken dat dat een camerawaarneming is. Dus het kan zijn dat ze van de Oostwal heeft bedacht, dan ga ik weer een trein pakken. En op het station heeft geconstateerd, er zijn geen treinen meer. Nee. En ja, we hebben zelfs nog gedacht, Maya was een hele erge loper. Ze liep sowieso alle afstanden en fietsen en zo. Misschien wilde ze het treinspoor volgen en dacht ik ga naar Den Bosch en dan ga ik naar Loon op Zand, waar de vader in een verpleeghuis zat. Ja. Dat zijn allemaal, je gaat zo ver, je gaat allerlei scenario's bouwen. Maar... Ja. Dan hebben we een waarneming bij de tango en dan komen we uiteindelijk toch in de buurt van waar het uiteindelijk allemaal geëindigd is. Nee, want ze is nog naar Berchem gegaan. Ja? Ze heeft op Berchem gezworven ook. In de buurt van de cafetaria Silly's geweest? Ja, daar is ze ook gezien. Er zijn ook camerabeelden van. En ze is nog gezien op een particuliere camera op de Ossenweg. Hebben ze haar ook zien lopen. En uiteindelijk zijn we dan weer een heleboel tijd kwijt, want pas 's ochtends wordt zij gevonden. Ja. Eigenlijk, als we in de tijd kijken, wordt eerst haar koffer gevonden. Ja, er is een laatste waarneming van Maya op het moment dat zij om 6:55, rond 6:55 bij de fietsbrug en het parkje aan de Bergenweg wordt gezien. Toen de tijd waren ze aan de weg aan het werk en liep er een fietsbrug over de weg van de toekomst waar ze denk ik toen mee bezig. Precies, ja, exact. Dus er is daar een waarneming geweest van iemand die Maya Nijl lijkt. Hè, dus dat is zij waarschijnlijk ook geweest. Dat zij waarschijnlijk daar de weg is overgestoken. En eigenlijk 5 minuten later, dus vrij kort daarna, wordt haar koffer aangetroffen. En er zijn 2 waarnemingen. Er is een waarneming, volgens mij van 6:55 ook zoiets van de koffer die dicht in het parkje staat, zonder iemand erbij. En iets later, echt enkele minuten later maar, wordt haar koffer opengevonden door een wandelaar. Een vrouw die er ronduit liep. Ja, precies.
En die hebben de koffer uiteindelijk meegenomen. En pas veel later in de ochtend wordt zij gevonden, nou, op de plek die we inmiddels overal wel gehoord en gezien hebben. Ja, en dan hebben we de hele reis van Marja gehad in Os. Waarbij ze dus, als dat de reden is geweest, niet bij de persoon is geweest waarvoor ze kwam. Of we weten het niet. We weten het niet. Nee, die persoon zelf zegt dat hij dat nooit gezien heeft. Nee. Er speelt heel veel Mia hieromheen. Er is heel veel data onderzoek gedaan. Ook door het JATS in Den Bosch. Zijn daar nog dingen die jullie zo kunnen melden waarvan je zegt, god, dit is opvallend, dit is apart, dit is... De JATS heeft de eerste dataset gekregen van de politie. Daar zijn ze eerst doorheen gegaan. Vervolgens, het is een geanonimiseerde set. Dat moet ik sowieso gepseudonimiseerd, sorry. set. Dus dat betekent dat er staan geen telefoonnummers in, geen namen in. Alles heeft een code gekregen, een cijfer. En dat is het. De JATS heeft voor ons een aantal tools ontwikkeld waarmee wij beter kunnen zoeken in de data. Dus wat gestructureerder. En dat is... Kun je proberen concreet uit te leggen aan de kijker wat je dan kan zoeken of wat je dan kan vinden? Je kunt zien waar een telefoon zich heeft bevonden op een bepaald tijdstip. Alleen, we zien welke mast dat is aangestraald. We zien nooit een adres en zo. Nee. Dus je ziet echt gewoon cirkels. En dan ga je gewoon kijken van... En wat we proberen te doen is patronen daarin te zien. Of de opmerkelijke patronen in zitten. En daar wordt gewoon naar gekeken. Ja. En daardoor konden we dus bijvoorbeeld ook zien dat er zijn mensen die hebben toestemming gegeven om hun data te onderzoeken. Dat is de meneer van het Huis van Gebed. Is ook de meneer hier in Os die Marja wilde opzoeken. Door dat te zien hebben we kunnen zien dat Marja contact met hem heeft gezocht en dat ze telefoontjes heeft gehad met hem. Dus dat kun je dan herleiden. Ja. Ja. Er is nog een heleboel wat jullie zouden willen weten, want het is een soort van samenwerking met de politie, maar die mag jullie of wil jullie niet alle informatie geven. Zeg ik het zo goed? Ja, logischerwijs. De politie mag geen data uit het dossier delen, logischerwijs, ja, met het publiek. Maar er zijn dus misschien mensen in Os die met de politie gesproken hebben, maar waar jullie nog niet mee gesproken hebben. Nee. En die zouden jullie denk ik wel heel graag spreken. Ja. Kun je wat voorbeelden van mensen noemen? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt inderdaad naar die waarnemingenlijst, daar zitten mensen achter, die hebben Marja gezien, gesproken, weet ik veel. Dus die hebben zich waarschijnlijk gemeld bij de politie, want anders had de politie niet zo'n lijst van... Wij krijgen de gegevens van die mensen niet. Dat is... Dat mag ook niet? Nee, dat zijn privacyregels. Ja, maar bijvoorbeeld die persoon die Marja de telefoon heeft gegeven. Ja, die zouden bijvoorbeeld heel graag... Die zouden graag willen spreken? Ja, natuurlijk. Want dan heb je het van twee kanten een verhaal. En dat, ja, het zijn allemaal kleine puzzelstukjes. En misschien zijn er ook nog wel mensen die de politie niet heeft gesproken. Ja, ja. En die naar aanleiding van dit of... Ja. Het is nu 10 jaar later. Ja. Denken, hé... Hey, ja, dat zou echt heel fijn zijn. Want dan kun je dus ook echt de puzzel goed leggen. Hè? Ja. Want dan heb je ook weer en hoor en weer de hoor. En dan heb je ook... je hoeft je bron niet... Dat hoeven we niet te vermelden. Ik wil er wel bij zeggen dat het bij ons... je kunt ons schrijven onder... Dat kan geheim, dat kan anoniem. Dat mag allemaal. Ja. Is allemaal te vinden op de website van Bureau, ja, Dupin? Ja, ja. En anders kunnen mensen zich via ons melden. Dan kunnen we ook hen met jullie in contact, ja, brengen. Maar goed, als dat anoniem moet, is dat wat lastiger. Ja, nou ja, ze kunnen gewoon mailen. Dus ja, dat is het is algemeen mailadres. Ja. Jullie zijn echt mensen die vrijwillig, want dat moeten we even zeggen, hè, iedereen doet dat vrijwillig, heel veel interesse hebben en daarom hieraan meedoen. Jullie proberen ook zoveel mogelijk te onderzoeken en niet al een mening te hebben. Maar als ik daar toch naar zou vragen, wat zou je dan zeggen? Wat denk je dat er gebeurd is? Heb ik ook geen mening over. Nee, ik probeer het toch. Nee, even. Ik trek daar geen conclusies uit. Het is nu nog veel te weinig informatie om daar iets over te zeggen. Plus, het is ook niet mijn verantwoordelijkheid. Ik sta ook niet in de positie waarin ik daar iets over kan zeggen. Nee. Maar als ik aan jou zou vragen, denk je nou dat het een moord is of iets anders? Ga ik ook geen uitspraak over doen. Doe je ook geen uitspraak? Jij ook niet? Ook niet.
Maar wat, geen enkel gevoel over de zaak wat je er wel met ons zou kunnen? Of we voelen van alles en we denken van alles. We zijn gewoon mensen. Ja, ja. Maar en weet je wat het mooie is? Ja, en weet je wat het mooie is? Omdat we zo, met zoveel mensen dit samen doen, is dat je dus, je kent elkaar niet. Ze hebben allemaal verschillende achtergronden. Dus je poneert een scenario, je poneert een stelling van what if? Ja, maar... En daar gaan mensen op in. En dan krijg je dus ook van allerlei kanten. En daar ga je dus... Ja, eigenlijk is het een soort van wegstrepen. Van nou, dat lijkt ons echt onwaarschijnlijk. Maar het kan nooit helemaal. Ja. Kan niet. Kun je wel zeggen dat sinds... Het is ongeveer rond december 2020 echt begonnen. Hè? In deze structuur. In dit, dat er sinds die tijd heel veel bekend is geworden. We hebben denk ik genoeg uit open bronnen gevonden, inderdaad, en die samengepakt om er een consistent verhaal van te maken. En weten jullie, ja, dat is misschien ook heel lastig te beantwoorden, maar ik probeer het maar gewoon. Weten jullie eigenlijk of jullie dingen uitgevonden hebben die de politie nog niet wist? Er zijn wel degelijk dingen uit de data gehaald, bijvoorbeeld ook voornamelijk door de jets. Wat de politie toen dat tijd in 2013 met de huidige technieken van toen nog niet kon. Die dus nu door de technieken die we nu hebben wel mogelijk zijn, dat zeker. Ja. Wordt er door de politie eigenlijk nu nog actief? Nee, het is een cold case, dus daar zit ook geen team op. Ja. Pas wanneer wij, of wanneer iemand nog met een concrete tip komt bij de politie, die als het maar een soort van, ja, waardoor er een novum in de zaak zou komen, dan is er een mogelijkheid dat de politie inderdaad gaat zeggen, oké, hier kunnen we wat concreets mee en hier gaan we weer mee aan de slag. Ja. Ik ga het nog één keer proberen, maar dan op een andere manier. Denken jullie dat er uiteindelijk een oplossing komt in deze zaak? Weet je, eigenlijk is het een beetje tweeledig. Ik weet niet of er een oplossing komt. Ik weet dat we ook tegen onze grenzen aanlopen. Maar dingen ontwikkelen zich nog steeds. Ja, dus er zou morgen maar zomaar weer eens een deur open kunnen gaan. Ja, of een tip. Maar goed, aan de andere kant is het ons ook te doen om wat we nu neerzetten, het experiment. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Kun je uitleggen wat het belang is van het experiment? Ja, een oplossing voor mij zou namelijk ook zijn, is dat we gewoon hebben geleerd hoe wij met burgers kunnen samenwerken met politie en openbaar ministerie. Want dat is eigenlijk de essentie van Bureau Dupin. Dit is opgezet om te leren hoe wij als burgers kunnen samenwerken met politie en openbaar ministerie om cold cases bijvoorbeeld een nieuwe, nieuwe aandacht te kunnen geven. En is het in dat opzicht een geslaagd experiment of is het daarvoor nog te vroeg voor? Ik zou in zekere zin zeggen dat het sowieso geslaagd is. Want er zijn nu veel meer mensen die weten over deze zaak en dus ook weten over het overlijden van Marja Nijholt dan dat zij eerder deden. Ja, vind ik ook. We hebben ongelooflijk veel geleerd. En je ziet nu ook waar en de politie tegenaan aanloopt en waar wij ook tegenaan lopen. Dat is, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het super leerzaam. Mm-hmm. Dus het is niet alleen dat wij dat onderzoek doen. Hè. We hebben dus in onze community ook... alles is vrijwillig. Ja. Alles is ook gratis. We krijgen alles gewoon ook murals die we maken en zo. Er gaat geen geld in om. Maar er zijn mensen uit een vakgebied die komen ons colleges geven. Daar kunnen mensen naar luisteren. Dus je leert er ook zelf? Ja, heel veel. Criminologie, linguistisch profilen, data. Hoe ga je daarmee om? Dus ik vind het ontzettend leerzaam. We leren natuurlijk ook heel veel over de manier waarop we samenwerken met burgers. Hoe werkt dat? Hoe kun je dat op de beste manier vormgeven? En ik denk dat pakt in zekere zin ook de essentie van Bureau Dupin vast. En daarop kunnen we verder bouwen om te gaan kijken, oké, wat werkt hierin wel en wat werkt hierin niet? En hoe zouden we dit samen dan in de toekomst met politie en openbaar ministerie kunnen aanpakken om hiermee verder te gaan? Ja, en vergeet ook nabestaanden niet, hè? Want dat is ook, ik bedoel, we gaan een samenwerking aan ook met nabestaanden. Die zijn misschien heel fijn vinden dat er nog zoveel aandacht voor is. Ja, maar dat is ook heel emotioneel. Komt heel dichtbij, opnieuw. Heel veel oude wonden worden weer opengereten. En dan is het aan ons. Hoe integer gaan wij met hun verhalen om? We hebben een heel interview. Dan proberen we dan gaan we dat transcriberen met een kleine groep. En vervolgens vatten we het samen. Zodat de mensen niet... Er wordt gehuild in een interview. Er wordt gewoon, dat is menselijk. Dat is niet nodig om dat in een hele community te zetten. Dus dat proberen we allemaal te doseren. En door te laten zien hoe integer we willen zijn, hoe dat we ook de andere kant begrijpen,
Heb je het vertrouwen van nabestaanden dat ze dan hopelijk ook mee willen blijven werken? We kunnen ook niks beloven aan nabestaanden natuurlijk. Het enige wat wij kunnen garanderen is eigenlijk, er wordt nog een keer heel hard aan de boom geschud. En we kunnen er in ieder geval voor zorgen dat er meer mensen zijn die in dit geval over deze zaak te horen krijgen. Ja. En dat er mogelijk nog wel een keer mensen naar voren komen die interessante dingen kunnen vertellen. Ja, nou, dat is eigenlijk wel mooi, want ook op deze manier proberen we er weer wat aandacht aan te besteden. Nogmaals de oproep, mensen uit Os die jullie meer kunnen vertellen, of die Marja hebben gezien, of Marja hebben gesproken, of op welke manier dan informatie hebben, die kunnen zich melden bij Bureau Dupin. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd vandaag. En als er ontwikkelingen zijn, horen wij dat natuurlijk graag. Ja, absoluut. Dan komen jullie weer langs. Nou, jullie ook bedankt. Dat is super. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van Focus. Actueel nieuws, ook over cold case zaken. Dat ziet u natuurlijk op onze website, de diverse social media kanalen en natuurlijk in de app. Volgende week is er weer een reguliere aflevering van Focus. Graag tot dan.